hier op Lubeeks grotgebied. En eigenlijk, het feit dat die mensen hier vanavond samen zijn, dat is niet mijn verdienste. Dat is de verdienste van de cultuurraad, die daar al een aantal jaren, ik denk nu, is het de derde keer, dacht ik, dat, de vijfde keer dat het wordt georganiseerd. En ik zou eigenlijk, voor ik begin, voor hen een applaus willen vragen. Beste dames en heren, beste kunstenaars. Eigenlijk is er geen kunst. Er zijn alleen maar kunstenaars. Deze scherpe stelling las ik ooit in een boek dat de titel droeg Eeuwige Schoonheid. Ooit waren er mensen die gekleurde aarde namen en met ruwe trekken de gedaante van een bison op de wand van een grot schetsten. Tegenwoordig kopen deze mensen hun grondstoffen en ontwerpen ze hun kunstwerken. In de tijd daartussen hebben ze nog heel wat meer gedaan. Het kan geen kwaad al deze verrichtingen kunst te noemen, zolang we er maar aan denken dat dit woord iets heel anders kan betekenen in verschillende tijd en plaats. Kunstenaars, mensen die schilderen, beeldhouwen, componeren, dansen of acteren, hebben een bijzondere gave. Ik zie wat jij niet ziet, ik hoor wat jij niet hoort, ik voel wat jij niet voelt. Het lijkt wel of zij een geheime deur hebben ontdekt, waardoor ze de wereld, zoals wij ze ervaren, anders zien. Het lijkt of ze een andere dimensie kunnen instappen. Het bijzondere van wat ze doen, is niet dat ze beelden scheppen, want dat doen schrijnwerkers of reclamemensen ook. Maar een kunstenaar zal op een of andere manier de gegeven patronen, de bestaande structuren doorbreken en in vraag stellen. Ze gunnen zich alle vrijheid om soms taboe-onderwerpen aan te snijden of soms om kritiek te uiten, om te experimenteren en om zichzelf steeds weer te vernieuwen. Maar ook om zichzelf te zijn en om hun innerlijke bloot te leggen. Waarom creativiteit zoveel emoties opwekt? Zou het kunnen dat het net is omwille van de vrijheid die uitgaat van kunstwerken? Sta vooral eens stil bij het abstract expressionisme waarvan action painting met Jackson Pollock als belangrijkste vertegenwoordiger zowat het summum van de vrijheid is. Het breken met alle conventies. Het kladderen met verf en smijten met kleuren tegen een doek. Het is een vorm van kunst waar enkel de handeling ertoe doet. En waarin het resultaat de herinnering aan die actie is. Maar het is natuurlijk meer dan dat. Het is ook het verkennen van de grenzen van de geestdrift van een artiest. Die grenzen zijn het canvas waarop hij of zij tekeer gaat. Creativiteit wekt emoties op, omdat het gaat om eerlijkheid. Waarom schrijven mensen een boek? Waarom schilderen of beeldhouden ze? Of waarom maken ze een toneelstuk? Omdat het moet? Van wie? Niemand legt het op en toch doen zoveel mensen het. Kunstenaars voelen de drang om te creëren en beleven er plezier aan. Het is bovendien fijn jezelf te verliezen in de actie van het schilderen, boetseren of beeldhouden. Je wordt er rustig van, het lucht op en je kan zo je eigen gedachten en gevoelens ordenen. Het getuigt van lef om zo eerlijk te zijn. Ik las in een interview met Joke Vinken, de actrice vooral bekend van Flikken, dat haar passie schilderen is. En zij vertelt over de pijn die ze voelt als ze 5 uur aan de slag is met verf en borstels. Over de terpentijn die haar neus pijstert. Maar ook over het gevoel dat ze krijgt terwijl ze schildert. Het volledig opgaan in die actie, het los kunnen laten. Dames en heren, vanavond zetten we al die mensen centraal die ons de deur naar die andere dimensie wijzen, die ons de weg tonen. Het gaat hier over wat we niet kunnen zien met het oog, het tastbare resultaat. Het gaat over inspiratie, over buikgevoel en over originaliteit. En de gevoelens die bij ons opgewekt worden. Ze openen de deur om nieuwe wegen te verkennen en ze hebben het lef een andere blik op de wereld te werpen. En door hun werken met ons te delen, nodigen ze ons uit om op een ontdekkingsreis te trekken. Zij laten ons met hun werken nadenken en stilstaan bij wat wij vanzelfsprekend vinden. Jij ziet wat ik niet zie. Bedankt.